Suarez, en daar is de kans van Lindgren. Lindgren, Bosker! Op 18 mei 2008 verslaat FC Twente in de finale van de play-offs Ajax. En verovert daarmee een ticket voor de Champions League. Een hoofdprijs voor FC Twente. Na een prachtseizoen onder trainer Fred Rutte en met de regisseurs Karim El Amadi en Orlando Engelaar op het middenveld. 15 jaar na dato kijken we met hen terug op een heel speciaal Twents voetbaljaar. Met een mooi feest op de Oude Markt in Enschede. Nou, dat is wel een seizoen. Dat ging wel over hobbels hoor. Maar ik kan me nog wel herinneren, de eerste helft van het seizoen was helemaal niet zo top. Het is afgelopen en FC Groningen wint dit altijd beladen duel van FC Twente. En na de winterstop had ik wel echt een gevoel van, wij komen eraan. Schot, ja, half. En dan Huizigens, hak! En dan staat Twente weer op voorsprong. Voor het doel van Heracles, dat zou een keer fout moeten gaan en het gaat fout. Dat wil zeggen, fout voor Heracles en goed voor Twente. Een doelschop, valt goed, nou! Het is Youssef Hersi die binnenkomt. Ja, die staat helemaal vrij. Daar reken je ook niet op misschien. Maar voornamelijk ook echt de manier waarop. Hè. Dat was eigenlijk het eerste seizoen dat ik in een elftal terecht kwam. Waarbij je zo vaak het gevoel hebt gehad oppermachtig te zijn. Gewoon altijd het gevoel dat je de betere bent. Dat je beter bent als tegenstander. Dat je de tegenstander je wil oplegt en de wedstrijd een beetje dicteert. Hier is Engelaar. Die heeft El Amadi ook wel gezien. Knappe redding van Babos. Maar een prachtige aanval van FC Twente. Ja, heel mooi seizoen natuurlijk. Vooral het einde met de play-offs er nog bij. We werden vierde dat jaar. Met heel, heel mooi voetbal, goed voetbal. Het is gewoon net of je tweede bent geworden. Voorronde Champions League halen. En het was voor mij ook nog een soort van afscheid. Want ik ging het seizoen erop ging ik weg. Dus nee, het was echt een prachtig seizoen. En ja, genoten. Maar heel goed gedaan door El Amadi die door kan. En de kans gunt aan Koufo. Jawel! Dan heeft hij zijn doelpunt dus toch snel te pakken, Blaise Koufo. Twente had tot die tijd eindelijk volgens mij nog nooit in de zeg maar, nieuwe benaming de Champions League meegedaan. En dat was wel een adviesje wat daarvoor of heel lang geleden was gerealiseerd. We hadden de faciliteiten nog niet. Daar zijn we toen mee aan het werk gegaan. We hadden geen gym. Dus die is toen gekomen. En we hadden niet eens een videoanalist. De kracht was het team. Maar niet alleen het team van het elftal, maar ook van de staf. Wij waren echt een team. En iedereen had ook het gevoel dat hij een bijdrage kon leveren, maar ook leverde aan het succes van FC Twente. En dat gaf altijd een heel prettig gevoel. Omdat, ja, daar zaten soms ook wel discussies waarbij het op het randje zat van uit de hand lopen. Maar uiteindelijk gingen we die kamer uit en daar stond ook echt een team. En daar had iedereen zijn rol in. Of dat nou de fysieke trainer was, of het was de assistent-trainer. Of het was Joop Munsterman die daar ook wel eens een rol in heeft gespeeld. Als het een beetje uit de hand liep tijdens een wedstrijd of na een wedstrijd. Dan was het een zo homogeniteit dat ik Joop zeg maar, als hulptroep kon gebruiken. Ga je even een keer met een Koufo zitten. Want weet je, iedereen had daar een bijdrage in. Maar het blijft voor de thuisploeg achterin oppassen geblazen. Engelaar. Bezig aan een fraaie solo. Engelaar en een goal. In de eerste minuut naar rust komt hij helemaal vanaf de zijkant naar binnen. Krijgt niemand een wandelbal en maakt Orlando Engelaar 2-1. Ik denk dat ik als speler toen ook echt een grote verandering heb doorgemaakt wel. Omdat ik toen ik bij Twente aankwam was ik een ander type speler. Toen was ik echt nog een beetje een
ouderwetse nummer 10, zeg maar. Of gewend in ieder geval om op 10 te spelen als aanvallende middenvelder. En voornamelijk bezig te zijn met proberen goals te maken of te creëren. Assisten te geven. En toen heb ik wel echt een verandering doormaakt vanwege Fred. Die in mij meer een controleur zag. Voordat Fred Rutte eigenlijk bij FC Twente kwam, was ik eigenlijk ook wel een middenvelder. Alleen misschien nog wel iets aanvallender. En ik werd ook wel eens als rechtshangend gebruikt. En dat was ook meer om minder risico te hebben in het spel. En minder als je dan op die positie balverlies hebt, dan is dat niet gelijk gevaarlijk. Maar Rutte durfde het gewoon aan. En hij heeft mij ook wel, om dat zo te zeggen, ook wel een beetje opgevoed eigenlijk. Ik vergeet dat nooit weer. Dat was bij Den Bosch uit. En we hadden hem uitgelegd van, je gaat in die rol spelen, je komt erin. Hij was nog hartstikke jong, hè. En dan haal je hem een kwartier of 20 minuten haal ik hem eraf. Omdat hij niet deed wat wij van hem vroeger wel hem gewaarschuwd. Nou ja, en in die cultuur, met een dusdanige trots, die was echt niet blij mee. Ik heb het nog wel eens soms met Engela erover dat we eigenlijk daarna eigenlijk nooit zo goed hebben gevoetbald als team, weet je. En dat was gewoon, en dat was niet eens met heel veel grote spelers of zo. Het was echt voor mij echt puur de trainer die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. En natuurlijk, je hebt dan ook wel wat technische spelers, maar een Engelaar kwam volgens mij van NAC. Ik kwam dan uit de jeugd. Je had Heubach, linksback, Wielaert had je nog, Wellenberg. Dus het waren ook niet spelers dat je denkt van, daar ga je zo goed mee gaan voetballen. Maar uiteindelijk hebben we dat toch dat jaar voor elkaar gekregen. En volgens mij hebben we het publiek ook wel vermaakt dat jaar. Die geeft hem wel heel veel ruimte. Ja, natuurlijk. Dennebo met de 1-0. Kijk, ik kom van PSV. Dat was een leuke wedstrijd. De kampioenswedstrijd van PSV, even verstoren. Waarbij alle ballonnen al in het stadion hingen. En dat was ook een topwedstrijd van ons. Dat spelen we echt heel goed. Hersie, als Twente countert. En Elia heel veel ruimte heeft aan de linkerkant. Is gezien door Hersie. Goede bal ook. El Giro Elia haalt ineens uit in de redding van Gomez. En ik weet nog wel dat ik toen een appje stuurde. Die ballonnen kun je voorlopig opbergen na de wedstrijd, weet je. Ja, dat zijn wel twee momenten die mij altijd zijn bijgebleven. Engelaar. Goeie bal van Engelaar. Koeman met de 1-0 voor Twente. Als Gomez uitgerekend hij de bal moet lossen. Dus er was altijd een plan B, een plan C. Dus dat vind ik dan getuige van een goede trainer. En dat jaar heb ik echt dingen geleerd dat mij eigenlijk de rest van mijn voetbalcarrière heeft geholpen. Ze staan niet vaak in het middelpunt van de belangstelling, maar deze week vielen de namen van de assistenttrainers van Twente en NAC toch met enige regelmaat. Erik ten Hag is in beeld om zijn baas Fred Rutte op te volgen bij FC Twente, terwijl NAC-assistent Leon Flemmings wordt begeerd door Feyenoord. Erik was heel belangrijk, maar ook de andere van mijn stafleden. Alexander Schoenmakers was ook heel belangrijk. Erik en ik zijn, wat dat betreft, zijn we allebei hetzelfde. We zitten er bovenop. We hebben de lat boven het niveau gelegd dat Twente was. Dat is eigenlijk topniveau. Dus ik nam mijn kennis en know-how mee van Champions League niveau. Nou, en daar hebben we in die richting hebben we dat iedere keer aangetikt. Of er nou in gesprekken was of op het trainingsveld. In onze optiek, alles moest gerelateerd zijn. Het moet top zijn. Ik denk dat Fred ook met een super veilig gevoel dingen neerlegde bij Erik, omdat hij wist van ja, weet je, dat zit wel goed bij hem. Iedereen had zoiets van ja, er kwam gewoon nooit onzin uit zijn mond. Weet je, als het over voetbal inhoudelijke dingen ging, dan wist iedereen van dan moet je gewoon luisteren naar wat hij zegt. Hersie. Wilshere dacht even binnendoor te gaan bij Loran. Alsnog voordeel FC Twente. En dan de overtreding gemaakt tegen Youssef Hersie. Vrijschop voor FC Twente. Ja, in het Emmenstadion. Volgens mij was dat in ons voordeel. Dat was wel mijn gevoel. Dat kan wel eens een voordeel zijn. Vrijschop genomen door Engelaar richting de tweede paal. Richting Wielaert de kans. En daar is het dan 1-0 voor FC Twente.
En claimt Wilaert de goal. Was ook Koevo daar nog bij betrokken. Maar dat is het belangrijkste voor de Tukkers. Dat FC Twente in Emmen met 1-0 leidt tegen NAC Breda. Eindelijk kon ik een half uur al zeggen, ik ging zitten. Ja, dit kan niet meer kapot. En daar wist ik ook. Dit team had zoveel zelfvertrouwen. Wij gingen altijd van onszelf uit. In iedere meeting, in iedere bespreking hadden we het alleen maar over hoe konden wij onszelf verbeteren. Maar hoe konden we ons perfectioneren? Natuurlijk maakten we ook een analyse van de tegenstander. Natuurlijk gebruiken we daar details. Maar nooit dat we ons helemaal hebben aangepast. Kolka, nog niet veel van gezien deze wedstrijd van Jonas Kolka. Dit doet hij goed. Amoa even vastgepakt door Douglas. Ja, dat is goed gezien door Vink. Valpartij daarna was het overdreven van Amoa. Maar er ging een overtreding aan vooraf van die lange Braziliaan. Maar ja, wat vooral bijzonder was, is dat het wel heel makkelijk klinkt. Makkelijk gezegd achteraf. Maar ja, het ging ook wel makkelijk. Hè? We wonnen toen over die twee wedstrijden met heel veel doelpuntenverschil. Volgens mij werden zij derde dat seizoen. Dus ze hadden ook eigenlijk gewoon echt een heel goed seizoen, goede spelers. Maar uiteindelijk waren wij gewoon herenmeester op twee wedstrijden. Vervangen door Elia. Ander balletje, Youssef Hersi uit de draai en nu is het 2-0. Nee, wat een reflex van Terouwler. En alsnog dan de kans voor Denneboom en nu gaat hij er wel in. En is het 2-0 voor FC Twente. Amali breed naar Engelaar. Ja, Twente blijft maar voetballen. Die bal toch voor de goal zou moeten pompen. Dat doet Engelaar nu. Goede bal ook. Terugleggen. Huizigums nog. En de 3-0. En daarmee lijkt het definitief beslist in het voordeel van FC Twente vanavond al in Emmen. Want hoe moet NAC met al die geblesseerde en geschorste spelers dat hij die turn nog goed gaan maken? Dan gaat Vink de bal halen. Dan is het klaar in Emmen. Zet FC Twente vanavond een uitstekende stap op weg naar Europees voetbal. Ja, dat kwaliteitsverschil was er wel echt. Hè, toen bleek dus ook wel dat NAC misschien... Tuurlijk hadden ze verdiend om derde te worden. Maar dat het wel een beetje zo was omdat ze boven hun kunnen hadden gepresteerd. En wij werden wel echt vierde. Omdat dat was gewoon echt wel terecht, denk ik, over het gehele seizoen gezien. En dat verschil dat bleek toen, kwam toen tot uiting in die play-offs. Huizigums, daar is Huizigums met het doelpunt. Het is 1-0 voor Twente en het is beslist. Stijn Huizigums. Langs bij Laurent, heel makkelijk, goede voorzet. En daar is dan de 1-2, Koevo. Wiltshire. Scoren ze nou ook nog meteen, Hessi. Dat zou zomaar kunnen. Dat is ook nog zo, daar is het doelpunt van Hessi. Nou. Gerechtigheid. Niets dan gerechtigheid. Dat Twente scoort. Goeie voorzet Huizigums met 4-1 voor Twente. Prima voorzet van Youssef Hersi. Binnengelopen door Stijn Huizigums. Voorzet tegen Arnautovic. Ook zat ertussen. Arnautovic nog eens. En is daar het doelpunt? Nee. Ook Hersi kan niet schieten. Daarna alsnog de 5-1. Het doelpunt van Edson Braafheid. Het is meteen afgelopen. Twente wint over twee wedstrijden met 8-1 van NAC. Het is een volkomen terechte overwinning. Na die wedstrijd had ik een gevoel van... we hebben bijna de perfecte wedstrijd gespeeld. En toen had ik een gevoel van... nu gaan we het redden. Dat was zo zelfverzekerd dat we dat gevoel was er. Maar dat was niet alleen bij mij. Dat sprak ik ook uit in de kleedkamer. Dat we het gaan redden. We gaan het niet proberen. Nee, we gaan het redden. We gaan het halen. Perez, goede 1-2. Suarez is er nu doorheen. Luis Suarez. En daar is de goal voor Ajax. 2 minuten voor rust komt Ajax op voorsprong in Emmen. Prima uitgespeelde aanval. En de man die ook al scoorde in de eerste wedstrijd tegen Heerenveen zet Ajax nu op voorsprong. Hersi heeft de ruimte goed gezien, wordt ook gevonden door El Amari. Wilshire, dat is Hens, strafschop. Na de Hensbal van Jan Vertonghen krijgt FC Twente een strafschop. Koevo maakt geen fouten, Twente staat naast Ajax. Een doelpunt van een man die toch al zo vaak scoort tegen de Amsterdammers.
En in de 66e minuut is het 1-1 in Emmen. Blijft in bezit van diezelfde bal. Hersie, goed gespeeld. Huizigens. Hoeve op weg naar 2-1. Ja! Goeie goal van Twente. En zo buigt de formatie van Fred Rutte een 1-0 achterstand om in een 2-1 voorsprong. En weer is het Koevo. Ik denk dat dat wel twee kanten op kon. Het was niet zo zoals tegen NAC de ronde daarvoor dat we veel beter waren. Ik denk dat het toen best wel gelijk opging. Maar dat wij gewoon in een bepaalde flow zaten. De sfeer was gewoon zo goed. We hadden zoveel plezier en we hadden zoveel zin om dat seizoen te bekronen met iets moois. Dat wij, ik denk dat dat het verschil maakte toen tussen ons en Ajax. Dat, niet dat zij of wij beter waren, maar wie wilde het liever, zeg maar. Wie waren de hongerigen? En wij waren toen zo ongelooflijk hongerig. En daarna gingen we naar de arena. Waar je misschien al wat zou denken van, wat wij ook wel toch wel best wel een aanvallende team zijn. Dat we daar wel heel moeilijk zouden krijgen. Maar uiteindelijk hebben we het doorheen gesleept daar. We hard gewerkt volgens mij die wedstrijd. Suárez, Lindgren, bal van richting veranderd. Huntelaar, Perez. Komt ook niet tot een echt volwassen schot. Wordt weer een hoekschop. Ajax heeft er maar één nodig. Het is de 19e minuut. De muur staat op afstand. En Huntelaar ziet dat de bal naast gaat via de muur. Suárez zit daartussen en Perez is nu weg. Huntelaar gaat weer. En Suárez ligt op de grond. Fink heeft het gezien. Bestraft het met geel, de overtreding van El Amadi. Maar ja, als het dus zo is dat je dan helemaal de bal niet speelt, want dat kan ook niet, dan moet je niet mopperen dat het bij geel blijft. Elia voorin is en Koevo gaat Twente hier scoren. Nee, daar komt hij. Die gaat voorlopig. En Hersie mist niet zijn eerste kans vanmiddag. Daar is dan eindelijk een moment waarop Ajax in de buurt is bij de doelman van Twente. Die hier de voorzet van Rommedaal weet te plukken. Huntelaar achter de bal. Hij was al zo vaak belangrijk dit seizoen voor Ajax. Is hij dat nu ook? Nee, Bosker is nog belangrijker, maar dan voor Twente. Suárez, en daar is de kans voor Lindgren. Lindgren, Bosker! En ook die vierde minuut extra tijd zit erop. En zo heeft Ajax niet de voorronde Champions League gehaald. Maar FC Twente, en eerlijk is eerlijk, dat is ook de ploeg die daar het meeste aanspraak op mag maken. Ja, dat was wel een heel mooi moment, ja. Dat, ja, weet je, dat, maar niet alleen voor mij. Voor iedereen. Weet je, je hebt iets bereikt met elkaar, wat voor een club als Twente, ja, dat was iets unieks toen, in die tijd. Dat je met een club als Twente eigenlijk in 2 jaar Champions League voorronde gaat spelen, ja, dat had ik nooit durven dromen. Hoe bijzonder is dat? Ja, voor deze club is het natuurlijk heel erg speciaal, ook voor mijzelf. Als je op een dusdanige manier afscheid kunt nemen van een club die heel erg aan het hart gaat, ja, dan geeft dat een heel fijn gevoel. Wij gaan nu richting Enschede en dan gaan we naar de markt, dacht ik, en daar worden we gehuldigd. Ja, dan ga je een feestje vieren. En hier en daar wat biertjes gaan we naar binnen werken, ja. Bloedstollend was het zeker vanmiddag in de Amsterdam Arena, waar FC Twente Ajax dus op 0-0 hield. En na de 2-1 zege vorige week in Emmen is dat dus voldoende voor het bereiken van de voorronde van de Champions League. Inmiddels de feestshirtjes aangetrokken door de selectie van FC Twente. Die in een uitgelaten stemming in de spelersbus zijn gaan zitten. Orlando Hengelaar. Hij is aanvoerder. Een fantastisch spelersbeloop met uitverkiezing in oranje. Een paar wedstrijden geblesseerd. De langste man van FC Twente. Orlando! Nee, dat was mooi. Weet je, dat was echt. Weet je, voor onszelf was het erg mooi. Ik denk dat heel veel spelers tot dan aan toe nog niet heel veel hadden gewonnen of hadden meegemaakt, zeg maar. Hè. Dus dat was voor ons was het mooi. Maar voor Twente als club, voor
voor de supporters. Je merkte gewoon dat het Twente als club ook echt een boost gaf. Dat ze gewoon, ja, bijna letterlijk kon je zien dat er een stap werd gemaakt van middenmotor subtoppen aanschurken naar gewoon een topclub die echt wel de traditionele top 3-4 wilde gaan uitdagen. Karim! Hij heeft dus zijn laatste wedstrijd voor Twente gespeeld. Voorlopig dan Karim El Amadi, die vertrekt naar Feyenoord. Net of je een prijs wint met FC Twente. Want je wordt dan als het ware tweede van Nederland, want je gaat voorronde Champions League spelen. Dus dat was echt gewoon waar Twente eigenlijk vandaan was gekomen. Eigenlijk werden we gewoon gezien als een topclub toen. Vooral dat jaar op de manier hoe we speelden. Ik wens jullie in de toekomst heel veel succes. En ik heb het niet alleen gedaan. Van de verzorger tot aan de materiaalman, tot aan dit team. Die hebben ervoor gezorgd dat jullie voorronde Champions League gaan spelen. Dankjewel allemaal. In 2001 waren het er 10.000. Vandaag dus 18.000 mensen hier op de Oude Markt in Enschede. Voorronde Champions League. Een historisch moment. Een prachtig afscheid voor Fred Rutte. Prachtig afscheid voor Karim El Amadi.